Ja, dit is de gekte van de vrijdagochtend. Ik zit in bad. Heel erg gezellig. Me voor te bereiden op een voorstelling vanavond in Emmen. En filmpjes als Gerda en Annemieke gaan maken voor de PVV, Presentje voor Vluchtelingen. En ik hoor opeens op de radio dat er een ontwikkeling is in de mannenpil. In Japan. Niet zozeer een pil, maar nu hebben ze iets gevonden dat ze zaadcellen kreupel kunnen maken. Waardoor ze minder hard zwemmen en eigenlijk een soort dat je dan onvruchtbaar bent. Nou, ik luister, hoe hebben ze dat dan gedaan? Nou, ze hebben dan geprobeerd om niet die genen uit te schakelen, want dan blijf je onvruchtbaar, om gewoon een medicijn toe te dienen, waardoor je dan je zaad kreupel wordt. Kreupel. Ik dacht, het is vrijdagmorgen, maakt het uit. Maar ze hebben het uitgeprobeerd op muizen, natuurlijk, zei je. Wat ik al lullig vind, want muizen zijn ook beestjes, maar dan denk ik zo'n klein muisje, misschien is dat muisjes piemeltjes hadden, ja, stom. Maar hoe doe je dat dan? Dan moet je toch een muisje aftrekken. Dus de Japanse doktoren, die nu aan met stokjes eten, die zijn nu bezig om kreupelzaad bij muisjes te veroorzaken. Maar dan moet je toch het effect zien. Dus dan leg je dat muisje op je ruggetje. Dan lijkt dat muisje de Playmouse lezen, waardoor het mannelijke muisje heel opgewonden wordt. Je ziet het kleine muispiemeltje. Dat trek je dan af. En dan controleer je dat. Ietsje pietsje zaad. Ja hoor, het is kreupel. Zo'n dag dus. Kun je het al zien?